Bijna tergend langzaam draait zij rond. Nadat de Catharina Amalia 1,6 kilometer heeft afgelegd, is de eerste buis van de Victory Boogie Woogie Tunnel op een paar meters na klaar. Enthousiast wordt ze ontvangen. Ik vind het echt imposant. Dit is echt een bouwproject wat complex is, ingewikkeld in elkaar zit, wat goed op schema loopt en wat ook laat zien wat voor een enorme dingen we in staat zijn om met elkaar te maken. De tunnel is onderdeel van de Rotterdamse baan. In december vorig jaar begint de boor onder grote belangstelling met haar werk. Inmiddels is ze onder de Vliet, woningen en de Binkhorsthaven doorgegaan. De bouwers zelf weten, ze is eigenlijk pas op de helft. Ik heb wel eens de vergelijking gemaakt met een gezin waar een tweeling komt. Ja, dan als de eerste baby eruit is, dan trek je ook nog niet de champagnekurken gelijk los. Maar het is wel goed gegaan. De tunnel lekt niet. De boor komt precies daarboven waar dat is gepland. En er zijn nauwelijks verzakkingen. In Voorburg hebben de mensen er heel weinig van gemerkt. De beweging van de bodem zit binnen de 2 mm. Dus het is bij elkaar eigenlijk heel knap dat dat zo kan. De komende tijd wordt de boor gedemonteerd. Dan gaat zij terug naar de Vlietzone om een tweede buis te maken. De verwachting is dat zij dan in januari volgend jaar weer op de Binkhorst naar boven komt. Nee, daar zijn we nog lang niet klaar. Hè? Dan heb je 2 buizen, maar er moeten nog dwarsverbindingen worden gemaakt. Er moet natuurlijk nog een vloer in komen. Wat heel belangrijk is, er komt ontzettend veel tunneltechniek komt er nog in. Maar 1 juli 2020 gaat die open.